Kansen, jongen. Ga lekker Jensen. Wauw, jij kan ook echt niet dansen, man. Ik hoop dat je wat blijer van geworden bent. Dat zal wel niet. Want de auto staat nou voor de deur. En pleeg je om, de auto staat voor de deur. Schiet op! Hè? Hij heeft gewoon 10 minuten lang niks aan doen. Hij stond gewoon te kijken, terwijl hij eigenlijk wat hoort. Ja, heb het ook soms hoor. Nou. Het is nu bij mij 4 uur 's ochtends. Ja. 4 uur 's nachts, sorry. Ja, mijn gardening skill is gelukkig goed. Hoe blij mijn sim is, is helemaal niet blij. Dat is wel kut. Oh, hij wordt blijer. Hij vindt werken leuk, gelukkig. Workaholic zeker. Ja. Heb ik ook. Dus hij is nou niet helemaal chagrijnig op werk. Net wel weer hoor, jongen. Physics chunks. Lul. Hey. Ik had niet over jou. What the fuck, dude? What the hell? True. Lul die je bent. Wat is er gebeurd? Hij heeft laten aanbranden. Heel de oven staat in de hens. Oeh, dat is wel kut in het begin. Heb ik altijd, hè? En ik krijg maar 120. Dan krijg ik maar terug, hè? Hm. 150. Mijn personage kan tenminste een beetje koken nog, gelukkig. De eerste keer ging het goed, alleen nu net de tweede keer ging het helemaal fout. Ik snel hap eten. Brommetje. Ja, lulde dat dan maar. Meiden is terug van een dag werken, dus ga ik in een bad, jongen. Laat die stress maar afkoelen. Wat, niet op werk? Wat? Mijn sim is niet op het... Oh. Hij heeft dingen gemist, dat hij naar Ents vloog. Oh, weer te laat of zo. Ik dacht dat mijn sim slecht ging, maar hij gaat op zich wel redelijk vergelijken met die van jou. Voor mij ook, hij staat er gewoon helemaal niks te doen. Hij zat in zijn ondergoed, staat hij om te staan. Kijk eens, hij ging nog niet. Terwijl hij verder niks aan het doen is. En op de tijdboog staat nog steeds gaan naar werk. Hallo, gaan we niet eerst een halve knips lopen doen? Dan had ik dus wel. Kleed je om, raad aan het werk. Eerst aan het werk gegaan. Ja, dat was. Ik ga buffelen en dan kan naar pensioen. Nou, hij is... Sociaal moet je boven natuurlijk wezen. Te veel mensen. Sommige sims voelen zich niet al te best in grote groepen. Door een menigte te zijn. Fuck. Oké, nou, ik heb even snel een dutje gedaan, Melen. Nou, even snel in mijn kastje zitten. Mijn sim is nou al bijna helemaal... mijn sim is nou al gespannen. Mijn sim gaat eigenlijk wel lekker. Gaat wel prima. Mijn sim gaat helemaal super. Mijn sim moet 2 uur in één bepaalde ruimte blijven chillen. Als opdracht. Oké, dat is wel te doen. Ik ga gewoon tv laten kijken over 2 uur, fuck it. Misschien is het ook, ik heb één lege kamer nou eigenlijk, valt mij nou pas op. Ik heb het alles verwijderd, ik heb één mooie lege kamer. Misschien heb ik daar, misschien wat hobby's en skills dingen erin kan gooien. Zoals een, ja. Ik weet niet, ja, dus ik zie wel gewoon wat mijn sfeer voor zijn werk nodig heeft eigenlijk, qua skills. Ja, gardening kan ik waarschijnlijk niks tegen doen nou. Behalve dan boeken lezen. Hij heeft de 2 uur net gehad. Zijn slapen. Nog meer, jij gaat tot 12 uur. Ga jij dat boek zitten lezen? Nee. En dan na 12 uur mag je slapen. Ik wil dat je wat progress maakt voor je skills. Nou, ik heb het geld dat ik heb ontvangen, ben ik nou weer kwijt. Ja, ik heb nog maar 410 euro nou. Ik heb 412 had ik net. Nice. Maar kijk, ik ben 400 kwijt, weet je waarom? Overgevangen. Ben je toch weer gekocht, wil? Ja, nee, gewoon in één keer laten vervangen. Gewoon erop klikken en dan vervangen. Ja, ja. Nee, ik wacht. Negen van 10 keer gebeurt het eigenlijk bij mij niet dat ik gelijk in de flik vlieg. Bij mij echt altijd de eerste keer. Nou, ik heb meestal eigenlijk, dat als hij afgebrand is, dan wacht ik heel even tot ik echt goed in mijn geld zit. En dan bestel ik avond wel gewoon een pizzaatje of zo. Zo doe ik het dan. Ja, het is misschien wat k-
Dat is wel een kutter eigenlijk. Maar ja, als je oven op even terug is, dan heb je aardig wat geld in die we oven. Hè, en dan ga je hem beginnen een beetje te waarderen, dat ding. Ja. Dan ben je toch wel blij van, hè? Dan heeft toch wel een meerwaarde eigenlijk, zo'n ding. Ja. Ik kan het niet eens krijgen. Oké, maar plezier is klaar. Sim, ga slapen. Oh, hij heeft zelfs een... Oh ja, hij heeft ook een baas natuurlijk. Boyd Wainwright. Dat is een bos. Wow, wow. Oh, hij ziet uit. Het is een vampier volgens mij. Ja. Een roze dingetje, onze fotootje. Vampier volgens mij. Ja, roze is vampier volgens mij. Bruin was mijn weerwolf. Ja. Oké, okay, goed om te weten. Ik ga eens even te denken, misschien. Ik heb trouwens ook nieuwe maan heb ik uitgeschakeld, hè? Volle maan en zo. Oké. Okay. Ik heb me er zo erg aan geïrriteerd. Gewoon elke keer die zombies van de plein tussen zombies pack voor mijn deur. Want ja, die heb ik er ook in staan. Het irriteert me alleen dat die steeds erbij staan. Hé, hey, kijk, ze gaat blij naar zijn werk nu. Hoe laat is het bij jou? Bij mij is het nu, 8:30 ongeveer. Dinsdag? Dinsdag, yes. Nou, dan loop ik nu maar een paar uurtjes achter op jou. Ja? Maar het is nu 5:30. Oké, ik wil... Oké, wacht. Nee, Sim, jij gaat niet tot 6 uur slapen. Oké, nou, ik ga eerst even lekker mijn collega's leren kennen. Goed idee. Zodat hij niet helemaal chagrijn op zijn werk zet. Oh ja, Rick. Zeg eens. De rekening. Ook op letten, hè? Ja, ja. Die ben ik alweer net bijna vergeten. Ik zag ineens het dingetje omhoog staan. Ja, toen ik sinds voor het eerst speelde, had ik daar nooit de rekening mee gehouden eigenlijk. Met het leger van het ding, elke week kwam die lul wel binnen, even mijn spullen meenemen. Ja. Maar nou, what the fuck? Wat? Meiden heeft Susan Wainwright als ze werk ontmoet. Oh, what the fuck? Is dat niet dezelfde achternaam als mijn baas? Even kijken. Oh, mijn fucking god. Want mijn baas is een collega hier zo zijn goed van zus. Lol. Veel. Veel. Alles heeft precies dezelfde functie ook nog eens. Eentje is een collega en een baas. Precies dezelfde functie. Wat de fuck? Lol. Ja, meestal hard werken totdat hij echt moe is en anders gewoon werken. Maar echt altijd hard werken. Maak overuren om je relatie met je collega's te verbeteren. Doe je deze kans accepteren? I do it! Nee, ik wil geen paard aanschaffen. Flikker op. Burn logic skill. Moet ik nog even flikker. Kon je een paard aanschaffen? Ja, een van die... die bullshit opdrachtjes die je krijgt. Nee, dat is fout. Oké, skills, gardening, nog. Gardening is echt een kut skill om te leren. Want het gaat super slow. Gaat echt slow. Oh, je skills gaan really slow. Vooral later. Ja, maar om die skill alleen al te leren, duurde bijna een minuut. Handig. Soms skills, dan leer je echt super snel. Met deze. Ik had er geen rekening mee gehouden dat je gardening moet. Anders had ik er wel een speciale eigenschap voor gedaan ofzo. Maar dit is wel kut eigenlijk. Ja. Gardening is nou level 2. Hoe zit dat qua werk? Ik heb 4 nodig, dat zou super goed zijn. Gardening, ja, hij staat op grade. Kan nog wel een niveautje bij eigenlijk. Maar dat gaat er niet meer worden vandaag. Oké. Okay. Ga eerst nog even lekker koken. Wordt daar maar een keer beter in. Goed idee, dat moet mijn sim ook even een keertje. En brand alsjeblieft niet je vingers aan het fornuis. En brand ook je fornuis niet, dat is ook bedoeld. Dus mij is nu koken nog steeds niet. Nee, koken niveau, moet ik even kijken. Koken niveau 2! Mijn is koken niveau 1. Niet pas eigenlijk. Dus zelfs als je je koken helemaal verprutst, zelfs dan kan die nog niveau omhoog gaan. Ja. Ja, okay. Je gaat tv kijken, Sim. Maar Melen ligt gewoon in zijn nest weer. Dat is een beetje moe na een lange dag werken. Het is pas 9 uur voor mij. Voor mij is het, nu is het 12 uur.
Dan loop ik maar twee, loop ik ongeveer 2 uur achter op jou. Oh mijn fucking god, live. Lifetime happiness 26. Oh mijn fucking god. Mijn personage is echt totaal niet blij met zijn leven. 2086. Ik krijg ook helemaal geen leuke opdrachtjes waar je een happiness mee krijgt. Nee, maar ik wel. Ik krijg alleen maar van die bullshit opdrachten van koop iets super duurs. Ja, fek op, heb ik niks aan. Dat kan ik niet kopen. Echt dan? Echt vervelend is dat. Ja, begrijp ik. Hoe duur is eigenlijk die eerste auto? Want ik heb wel een auto nodig. Ik zal wel even voor je kijken. 950. Oké. Okay. Ik keek lekker zelf al. Kan ook. Ik weet nog niet eens waar het staat. Niet op mijn hoofd in elk geval. Maar buiten inderdaad, vervoer. De shoppie, galoppie. Heet het bij mij. Maar je hebt er ook een parkeerplaats voor nodig? Ja, want die zit bij mij het huis, die zit bij het huis inbegrepen. Ah. Ja. Ik ga nu ook gewoon even een parkeerplaats kopen. Nee, staat nu rechts van het huis, een parkeerplaats. Nice. Alleen weet je wat ik ook kan doen? Nee? Ik kan ook kleine boten kopen. Ja, oh ja, tuurlijk. Hey, ik heb die A in Paradise. Ja, die moet ik nog even aanschaffen. Ja. Oké, nou, ik kom dan lekker zijn nest thuis. Dan... Paradise. Paradise Island, in plaats van Paradise City. Ja, Paradise City is leuk, hè? Ja, klopt. Oh. Wat? Mijn sim moet echt een keertje wat meer. Ik moet echt een keertje ervoor zorgen dat mijn sim. Ik kom er nu pas achter dat ik hem nog geen dak heb gegeven. Oké. Ik ga nu een keertje kijken hoe duur het eigenlijk is. Ik kom er nu bedom op pas achter. Mijn sim nog niet eens een dak. Wow. Ja, ik dacht ineens terug aan wat ik heb gezegd. En ineens merkte ik voor mezelf dat ik geen dak heb neergezet. Wow. En daken zijn gratis, dus heb je wel van. Ja. Ja, gelukkig maar. Ik moet gelukkig nog eens een keertje lopen aanstaan. Hoe zing je in godsnaam karaoke? Oh, wacht. Yes. Read bla 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 and return to work and increase your job performance and your relationship with your boss. No shit. Als dan ik eenmaal 95 simboles heb, ga ik een bureau kopen. Oh, ik heb enige bureau net verkocht. Had je hem niet aan mij kunnen verkopen? Ja, voor meer geld waarschijnlijk. Zo, wow, wat gebeurt er nou? Promotie, yay! Nice! Yes! Ja, ik heb aardige geldbonus voor het leven. Ja, promotie of... Nou, wist je trouwens dat je na promotie kan je ook nog eens meer geld ontvangen? Ja, je krijgt echt een aardige som van geld met promotie gebruik. Ja, maar dat bedoel ik niet. Je hebt naast promotie is er ook nog een ander dingetje wat je kunt krijgen. Ja, je kan inderdaad... Ja, je kan, ja, niet, dat is geen promotie, maar het is gewoon meer geld. Plus 9 euro zoveel. Ja, klopt. Ja, dat weet ik. Ik heb inderdaad ook al. Ja, met dit paar ze nog niet gehad, maar het andere krijg wel. Krijg je een opslag. Oké, okay, dus wat moet ik lezen met de baas? Gewoon een boek. Ja. Gewoon even in je inventory kijken. In je inventory, ja. En moet je even kijken wat er staat. Ja, ik heb hem wel. Nice. Ik lees het zo. Echt wel. Oh, mijn telefoon gaat. Hi. Word je gebeld door Cameo? Dit personage niet. Gelukkig maar. Dus, ik ga niet aan de kookwedstrijd mee doen, zit erop. Hey Rick, word je ineens gebeld door Cameo? Ja, dat zal wel iets kut zijn. Ja. Dan heb je ineens, dan komt hij bij jouw team langs, dan heb je al direct geen arm meer. Ja. Weet je, ik ga met Cameo.